Weet je al waar we wezen met? Nou, ze hadden het over de kleine wiel, hè? De kleine wiel? Ja. Zit daar een camping? Dat weet ik ook niet, maar het zou wel zo wezen, anders zei ze het niet. Nou, hier is de grote wiel, dan zal de kleine wiel er wel voor zitten, want de grote wiel zit meestal achter, hè? Ja, hè? Ja. Oh. Maar waar we dan links hebben, ik denk het niet, hoor. Ik heb er geen idee van. Anders stond er wel kleine wiel bij. Ja, maar ja, je weet het nooit, jongen, met die wieven. Ze vertellen nooit dat goed, zie. Ja, altijd hetzelfde. Kleine wiel, rechtsaf. Ja. En rechtdeur ook, maar het zal wel rechtsaf wezen, niet? Dacht ik. Nou, we gaan maar rechts hier. Ja, ziet wel, daar staat ook een bordje op. Slagboom er al voor, dus je bent wel te vaak. Ja, dit wordt een camping wezen. Platte grond erbij. Groene ster. Maar is hier ook niks als naar die bord? Niet zwemmen. Maar is hier ook niet zwemmen? Nee, dat stond dat toch, op dat bord. Nou, wat voor camping is dat dan, je? Even kijken, hier zal het wel wezen. Het kantoor leveren goed. Ja, dat moet ze weer. Verrek. Otterpark. Oh, dat is vast de camping niet. Nou. Mina, wat moeten we dan wezen? Maar deur hey, daar rijden wat motors op die kant. Ja. Zullen we daar soms langs moeten? Geen idee. Nou, we kennen het daar wel uitje. Verrek. Er staat een paal. Dit is ook wat. En maar draaien. Nou, dan moeten we maar zien wat. Ja, dan zouden we hier wel langs willen, denk ik. Even kijken, die motors rijden daar. Die gaan daar. Oh, jongen, de kist daar waarschijnlijk daar. Zie je, die lijn gaat daar ook heen. En daar ben ook een paar spot even liggen, niet? Nou, nou, nou. Jongen, 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 oude griezen, de office, ze lopen zich dood. Achter wie lopen ze? Zie, hier. Camping. Camping. Kantine. Hé, hey, dat is een goede zaak. Koffie en snacks. En die 6 voor het nice. Is dat ding even op slot? Ja, natuurlijk. Vanmorgen. Ja. Weet je allemaal precies waar ze staat? Ja, op het E-veld heb je zei. Het end loopt. Ja, oh, helemaal aan het end loopt. Ah, nee wel. Nou, neem wel een keertje bier, maar dan vertel ik niet ermee zo niet. Ja, dan moet het hier wezen, de laatste aan het waterzijde. Ah, dat kan nooit van haar wezen. Zie je dat oude ding wezen? Nee. Dat is ook de laatste aan het water. Ja, nog steeds zo wat. Maar ze had het al niet over een mooie caravan. Dat... Ja, dan zal het wel wezen. Jongen, jongen, man, het lijkt wel een huis. Dat is toch geen caravan meer? Hier kan je wel gewoon in wonen. Hey, Lia, kom zo hier. Hey. Good day. Hey. Nou, dat zou je ze hebben, hoor. Wat ben je hem laat? Dat is toch logisch, een hele kleren aan het lopen, man, van die kant. Wat ben je met die barbecue? Wat ben je zelf wel? Wij moesten een barbecue metnemen. Ah, hij kon al gauw, je moest het vlees metnemen. Ik zou voor de barbecue zorgen. Nou, Vrouwen kist ook niks met afspraken. Ja, ik ken niks met jullie, dan konden we met. Wil je koffie? Koffie? Wat moeten wij met koffie, man? Nou, mensen, we moeten eerst zien dat we wat vlees krijgen, anders krijgen we weer niks in de middag. Nee, dat zit het in. We kunnen alleen naar de kamwinkel trouwens. Misschien heeft hij het wel. Heeft hij wel een kamwinkel? Ja, helemaal vooraan, weet je wel, bij de slagboom. Wat, moeten we nog weer naar die receptie heen klooien? Ja, nou, afspraak is afspraak. Jan moet de dingen beter afspreken voortaan. Ja, nou. Dus je weer is er wel een beurs bij die? Ja. Ik zal zonder beurs voor gaan zeker. Ja, weet ik veel. Nou, zie je al. Doei. Stok het vuur maar vast op. Stel het, ja, klooien. Dan zei ze, neem de barbecue mee. Ja, dan zei ze dat we vlees meenemen moeten. Nou, dat is een mooi verhaal, niet? Nou, zie je er hier wat, hè? Nou, altijd proberen, hè. Goeiedag. Goeiedag. Dan mag ik jou wat vragen. Ja. Zijn je hier ook barbecue vlees? Nee, dat verkopen we niet. Verkopen ze geen barbecue vlees? Is toch een kamwinkel? Ja, sorry, maar dat hebben we niet. Hoe moeten we dan hebben? Nou, misschien lopen we wel ergens een paar kaninen losje of kiepen. En we kunnen ook wel even vissen. Ja, dan moeten we ons helemaal bij elkaar vissen, zeker? Nou ja, het is weer uit de vakantie of niet dan? Ja, ja, oké. Okay. Nou, hoi. Hartstikke bedankt in ieder geval, hè. Hoi. Hoi. Mooi dat hier. Ze hebben geen barbecue vlees. Nee. Loop eens even deur. Hier niet? Nee, hij is er niet in de winkel. Ja. Ben je slagerij, zei ze? Ja, ja, dat, ik weet ook niet wat ze hier verkopen, want ik haal hier nooit boodschap. Ik vind maar nou, dan, sorry, maar dat op een andere manier vlees krijgen. Gaan we vissen of zo in mijn pad? Vissen? Hé, hey,
Ik heb wel wat kanienen lopen zien, hebben we daar nog eens even. Wil je dan naar kanienen vissen dan? Nee, vangen. Heb je ook niet een schep net? Nou, dan probeer ik wel een visje te vangen. In het hok? Ja, het hok is los. We redden hem ook maar. Ja. Nou, dankie. Nou, we kunnen los. Ja. Trouwens, hoe komt dat trouwens aan die hengels hier dat je erin zegt? Hé, hey, mag wel graag vissen. Geef mij dat maar, want ik heb verrotte hekel aan vissen. Nou, dan ga ik wel vissen. Oké. Nou, ik ben benieuwd waar jullie thuiskomen. Nou, mij ook. Zal vangen meneer. Ik zoek wel wat. Over één. Zullen we er niet één vangen kunnen? Kun je vissen? Net visite krijgen en al had die klojo's een barbecue met nou in plaats van vlees. Hij nou misschien wat makkelijk vlees voor mij voor de barbecue. Zal even voor je kieken, hé. Neus luister, ik heb hamburgers, is dat ook goed? Ja, dat is mij om te eten. Nou, Kien, alsjeblieft. Dankjewel hoor. Ja, nou, nou hoi hè. Smakelijk, hé. Doeg. Met de worstjes over. Hartstikke bedankt. Ja, ik heb de visjes, ik heb nog een papegaai. Ja, nou ik zie nog even verder. Maar in ieder geval bedankt, hè? Daar heb je van mee, hè? Doei! Doei! Wat eten vandaag? Hey, dat lijkt me best lekker. Wij eten kiep. Hey Dirk, waar heet de kiep vandaag, joh? Ligt hij niet even toe? Wat een mooi beestje hier. Hoe zou je die helemaal vanaf krijgen? Nou, dat kreeg je dan weer. Hier zie je de kok. Lia? Die bank van vieze handen hier. Nou, dat doet het ook toch? Ik? Ja, dood ben ze goed, maar levend hoek ze niet, hoor. Nou, dan help ik hem zelf wel de jas uit. Dat is ook geen probleem. Durf toch, hè? Ja, natuurlijk wel, je. Hallo, Valk. Hoi, je zag me waarschijnlijk al aankomen. Je ziet me natuurlijk al over het hele veld heen lopen. Maar heel misschien wat vlees voor me, want ik krijg mensen op de barbecue en die nemen een barbecue met in plaats van het vlees. En dan kom ik eigenlijk net wat er komt. Nou, zal ik eens even in de koelkast zien? Ja, nou graag. Nou,
Ik heb hier nog een pak. Hij kan met doen. Daar ken ik het wel mee doen. Hartstikke mooi. Nou, maar waar is wel genoeg. Hè? Nou, dat dacht ik ook. Bedankt, hè? Nou, prettige dag verder, hoor. Doei. Doei. Wat wist al doen? Een rookgordijn het halen, hè? Oh, jongen, wat stinkt hier rotzooi. Nou, kiep is klaar. Hé! Hey. Kunnen we wel op? Op met eerst? Nee, nog maar niet. Wat is het allemaal op mijn kop zitten hier? Wat dan? Heeft het beest even strip? Och, shit, ja. Zeg, Dirk, waar is Lia eigenlijk? Geen idee van, jongen. Toen ik hier net kwam, was ze gebeurd, man. Ik dacht dat wij hier kwamen te barbecuen, maar ze hem natuurlijk niet smeren. Zeg, geef mij eens een glaasje bier, want ik sterf van dat dus, man. Wat doe je nou? Nou, we zitten op barbecue. Ja, nou, ik heb wel voor mijn eigen vlees zorgd. Want als ik op je afkomen met, dan komt het niet klaar natuurlijk, hè? Het is een vlees. En ik dacht dat die kampwinkel dicht was. En ik zit met schompen te vissen hier. Ik heb hier reuze keutels en buurvrouws. Oh, dat moet ik ben mooi bij de meisjes langs geweest en we schikken. Nou, ziet dat er niet lekker uit, Dirk? Dat ziet er al. Nou, maak jou die... Dat is wel goed aanzien, wel. Maak jou die dode vis even klaar, Lia. Wat heb je... kom je dan niet vis? Ik heb veel liever dit spul. We hebben speciale visvongen. Ik heb de kiep voor je plukt. Nou, dat hoef ik niet hoor. Dat hebben dode beesten. Nou, wat denk maar je dat dat was? Daar zie je niks meer van. Tjonge, hier, Dirk, maak open. Dat kan echt een bakje dit hoor. Nou. Mag ik ook wel een flesje? Maar ik ken het er nou af, jongens, jullie ook hier? Hij ze vraagt om een glasje bier. Ja. Maar het ook een glasje bier. Nou. Dat doe niet dan. Hij drinkt een bier, dat wees nou zo met langs. Een paar weken, wel, met niet? Een paar weken, maar is bij mij komen. Een potje bier. Een paar weken? Ja. Wat dan? Wat dan? Nou, heb je het er al verteld in de auto? Oh shit, ja, dat had ik helemaal vergeten. Hij wat, heb je wat mis? Een klein geheimje verteld, toen iedereen weet. Hij is, jezus, kerel, wat is erop? Oude schoenzool. Ja, maakt niks uit. Hij is van plan om voor zichzelf te beginnen. Daar heb ik hem laatst over gehad. En hij is nu al in het vergevorderde stadium van onderhandelingen, zo mooi verteld in de mini-tweer. Dat zal wel. En, wat gaat er gebeuren nou? Wat is dit? We krijgen ook de hamburgers? Nou, ik wil zelf een kroeg beginnen. En waar dat? Heeft dan een locatie? Ja, dat wil je niet zeggen. Kinderachtertypje. Maar je wil ons natuurlijk wel klanten houden, tenminste, dat begrijp ik van u het verhaal. Ja, ik moet toch een paar klanten hebben, dus je bent bij harte af van harte uitnodigd voor de opening. Maar je komt nog precies te horen waar het is. Oh, en ik heb één maar. De openstaande rekeningen hoef ik niet af te lossen, zei hij. Bij hem. Nee, die bent van mijn oude baas nog, dus. Nou, hij is ook weer eens wat maandag. Kom, ik zeg gewoon niet weer. Want ik betaal altijd contant. Hij laat alles staan en hij... Dat ding niet even omdraaien, want anders...